Deze keer een lekker kippensoepje. Heerlijk, lekker. Hoe je het moet maken? Kijk naar deze vlog, heb je gelijk weer iets te zien voor je etensplannen. En dat ben ik nu dus ook aan het doen. Kip laat ik altijd lekker gaar worden. Maar ik kijk altijd even dat het niet te gaar is. Alleen als ik het nu nog langer in de pan laat zitten, valt het van het bord af. En dan lost het op en krijg je zo'n slingerige, draderige kippensoep. Daar kun je van houden. Ik vind het lekkerder als het vlees gewoon nog vlees is en niet meer opgelost is in het water. Dus wat ik nu doe, ik laat dit verder op het pan staan, op het vuur staan. Ik doe er soepballen in en soepzakjes doe ik erbij en een deel van de groenten. Pan terug op vuur, alvast de eerste helft van de ballen erbij. Ik doe deze keer kippensoep en vermicelli soep. Ik heb nog een kippensoep over van een vorige keer, die ik niet helemaal gebruikt heb. Op zacht vuur, het kookt lichtjes door. Goed mengen. Het ruikt nou al heerlijk. Nog lang niet voldoende. Ik doe nu ook al een deel van de boerensoepgroenten erbij. Zodat dat lekker mee in kan koken. Zo'n zakje verdwijnt nogal gauw. Dus ik zou aanraden flink veel groenten erin te doen. Ik heb ook nog een prei extra die ik er straks nog bijvoeg. Een prei geeft door de soep gewoon altijd een goede smaak. De rest van de groenten en de prei doe ik straks. Ik kook nu hartstikke mooi. Zet ik dat op een zacht vuurtje. Deksel weer op de pan. En dan gaan we weer verder met de rest. Maar goed, ik kan jullie het hele proces wel laten zien. Maar daarvoor nodig ik jullie een keer uit. Kom gewoon een keer langs. Ik red me hier wel mee. Op naar het volgende filmpje, zou ik zeggen.